John te Braken, sinds juli ben je de nieuwe voorzitter van Eemland RTV. En dit is de eerste keer dat je als zodanig op televisie bent. In dit gesprek gaan we het hebben over je voorzitterschap, over de omroep Eemland RTV in het afgelopen jaar en de plannen voor 2007. Maar laten we beginnen bij jou. Omschrijf jezelf eens in drie zinnen. Nou, ik ben 53 jaar, geboren in Achterhoek. En in 1987 ben ik in Baarn komen wonen. Ik ben inmiddels getrouwd 5 jaar geleden met Louis. En 6 jaar geleden zijn we hier komen wonen op de Zandvoortweg. Je bent werkzaam bij het UWV. Ja. Wat doe je daar precies? Ik ben daar arbeidsdeskundige sinds 1999. En samen met verzekeringsartsen beoordelen wij mensen die voor de WO in aanmerking komen of met die nieuwe strengere regels weer herkeurd worden. En mensen zouden je ook kunnen kennen uit de politiek, want je was actief bij de Baarnse afdeling van de PvdA. Klopt. Heb je politieke ambities als nieuwe voorzitter nu van Eemland RTV, heb je die politieke ambities aan de kant gezet? Actief in de politiek wel. Ik ben nog wel lid van de Partij van de Arbeid en dat blijf ik ook. Alleen ik zal in de gemeentepolitiek en de fractie als zodanig niet meer deelnemen. Daar ben ik mee gestopt, omdat ik gewoon vind dat je als voorzitter van een regionale, lokale omroep gewoon dat dat niet te combineren valt. Qua tijd of qua drukte niet? Qua belangenverstrengeling denk ik, omdat wij toch wel deels met de gemeente te maken hebben als het gaat om subsidie. Wat wij de komende jaren dan toch willen proberen voor elkaar te krijgen. En ja, dan kun je als politiek iemand die daarover beslist niet gelijk ook een subsidievrager zijn. Je bent de nieuwe voorzitter van Eemland, RTV, radio en televisie. Ja. En daarmee treed je eigenlijk in de voetsporen van Alice Brouwer. Ja. Dat is dat was jarenlang een waar radio- en televisie-icoon in Baren, mogen we wel zeggen. Nog steeds. Nog steeds. Maar hoe voelt dat nou om haar op te volgen? Het voelt wel goed. Zij heeft mij ook gevraagd of ik het wilde doen. Alleen al om het feit van zij heeft twee rollen, had zij bij Eemland RTV, zowel het maken van programma's als het bestuurlijk eindverantwoordelijk zijn. En eigenlijk vond zij ook wel verstandig dat het uit elkaar gehaald werd. En zij vond ook wel dat ze het lang genoeg gedaan had. En daarom heeft ze dus gezocht naar een andere kandidaat die zeg maar puur bestuurlijk bezig gaat. Ja, je hebt die ambities ook helemaal niet om ook iets op de radio of op de televisie te doen? Nee, ik ben niet iemand die graag op de voorgrond treedt. Laat mij maar op de achtergrond de dingen regelen. Ja. Nou heeft Alice Brouwer de Eemland RTV jarenlang gerund. Dan neem jij haar taken over. Maar is zij dan helemaal weg? Of helpt zij jou achter de schermen? Nee. Ik bel haar regelmatig als ik vragen heb over hoe dingen zaten. En hoe zij tegen dingen aankijkt. Ook als het gaat om dingen overnemen met sponsoring en dat soort zaken. Dus ik heb nog eens regelmatig contact met haar. In de afgelopen maanden ben je eigenlijk een beetje gaan ontdekken wat Eemland RTV is. Je hebt rondgekeken, je hebt mensen leren kennen, je was bij verschillende radio- en televisieproducties achter de schermen aanwezig. Ja. Was het een interessante kennismaking voor je? Nou, het verbaasde mij de team spirit zoals er gewerkt werd. En het verbaasde mij ook, en daar ben ik eigenlijk wel zo trots op, de vakkundigheid hoe er gewerkt werd. Alleen ja, soms ben je ook afhankelijk van de techniek, zoals met zeg maar de samenzang voor de kerst, dat er net 3 seconden voor de uitzending van de live uitzending de zendermast uitvalt. Dan is dat jammer, maar goed, dan moet je toch door. En ja, ik vond het heel knap hoe dat dan daarop ingespeeld werd. En, ja. En als ik kijk hoe dat in de speeldoos, die samenwerking met de NCRV ging, nou, ik vond het een knap staaltje werk. Ik ben er heel trots op dat wij dat kunnen, alleen het aandachtsgebied moet wel, denk ik, heel erg duidelijk blijken dat het een lokale omroep is. En, bedoel, in Utrecht hebben we een regionale omroep en die werkt dan regionaal. Maar ik vind dat wij als lokale omroep echt lokaal ook de dingen die hier gebeuren op de tv moeten brengen en op de radio. En ik denk dat dat de eerste aandacht voor dat hele gebeuren moet zijn. Ik bedoel, Herman van Veen was een knap staaltje werk. Alleen, ik denk dat het een te landelijke inhoud had om voor lokaal daar veel energie in te steken. Ja, en dat is ook je speerpunt eigenlijk om de lokale televisie echt lokaal te houden en misschien nog lokaler te maken. In ieder geval heel duidelijk gericht op Baarn, in Brugge, Lagevuurse, eventueel stukjes uit Soest of Eemnes, dat zou ook nog kunnen. Maar verder moet je niet gaan, denk ik.
Als het gaat om nieuws vertellen of kijken wat er gebeurt of programma's maken, dan denk ik dat dat het grootste en belangrijkste deel moet zijn. Daarnaast denk ik ook, gezien de doelgroep die veel naar ons kijken, zou je misschien ook nog stukjes voorlichting kunnen geven over van wat er zoal voor mensen zeg maar, van belang is om te weten. Ja. Waarom is lokale televisie en lokale radio eigenlijk zo belangrijk volgens jou? Nou, ik denk voor de samenhang in het dorp, dat mensen weten van wat er gebeurt er in je eigen woonplaats. Ik bedoel, de landelijke netten die wij hebben, is over de hele wereld, alle nieuws wordt zo de huiskamer ingestuurd. Terwijl wij eigenlijk van elkaar hier in de buurt soms niet weten wat er gebeurt. En ik denk dat het toch wel heel belangrijk is voor de sociale gebeuren in het dorp. Maar deels gaat het dus goed met lokale radio en lokale televisie, maar het is niet allemaal roosgeur en maneschijn voor Emland RTV. Nee. Bijvoorbeeld steeds meer mensen die stappen over op digitale televisie. Ja. En in die pakketten die dan door kabelaars worden aangeboden, daar zijn lokale omroepen vaak niet in opgenomen. Nee. En Emland TV zou dus, als er niet iets verandert, heel veel kijkers kunnen gaan kwijtraken. Ja. Wat doet Emland RTV daar nou aan om dat te voorkomen? Het is nu in ieder geval nog zo dat de gemeente een belangrijke invloed heeft op wat op de kabel doorgezonden wordt. En als klein basispakket. En daarnaast hebben ze daar dan geen invloed op. Ik wil in ieder geval met de gemeente in gesprek gaan om te kijken of die invloed of die gehandhaafd blijft. En daardoor ook de lokale omroep door die kabel uitgezonden gaat worden. Ja, dus je wil de gemeente, je er in ieder geval bij de gemeente hard voor maken, ja, dat precies. Zij er voor blijven staan dat die kabelaars dat aan blijven bieden, precies. Ook op digitale televisie. Ja. Dan financiën, hoe staat dat er eigenlijk voor? Gaat het eigenlijk goed met Emland Radio en Televisie? Het blijft continu een aandachtspunt om financieel sponsoring en dat soort zaken en de reclames in ieder geval voldoende binnen te krijgen, omdat wij totaal daarvan afhankelijk zijn. Wij krijgen geen reguliere subsidie of geen vast basisbedrag. En dus wij moeten continu bedrijven in baan en omgeving zoeken die ons willen sponsoren of reclame voor ons willen gaan maken. En dat is een van de belangrijkste punten, want als er geen inkomsten zijn, kunnen wij niet uitzenden. Nee. En Emland TV raakt een grote adverteerder kwijt. Ja. Drukkerij Bakker Baarn verzorgde altijd de blauwe pagina's, 20 minuten van elk uur. Die stappen eruit. Ja. Hoe belangrijk is dat daar een alternatief voor gevonden wordt? Nou ja, wat ik net al zeg, dat we dus steeds meer sponsoring moeten gaan zoeken. Dat bedrijven ons willen blijven sponsoren en daarnaast ook reclames binnenkrijgen. En daarnaast moeten wij nu zelf weer op zoek gaan om die 20 minuten wat de kabelkrant aanvankelijk invulde, om dus dat nu weer op te gaan zitten vullen. Want het lukt ons niet om een uur lang volledig twee keer in de week een nieuw programma te vullen. Ja. Dus we zullen toch moeten kijken hoe we dat dan weer op gaan vullen. We worden heel erg goed bekeken. En ik heb begrepen dat in ieder geval 70% van de Baanse bevolking toch wel regelmatig naar de Emland RTV kijkt. Ja. Dus dat is best wel veel. Zijn er nou veel donateurs voor Emland Televisie? Ja, we hebben binnenkort komt er weer een mailing naar de donateurs toe. En er zijn heel veel mensen die dus spontaan storten om ons in ieder geval in de lucht te houden. En dat is toch wel heel belangrijk. Ja. Ja. Nou werken er iets van 80 of 90 vrijwilligers voor Emland Televisie. Maar ja, zonder enthousiaste nieuwe aanwas, dan houd je ook zo'n organisatie niet staande. Ja. Zijn er op dit moment genoeg mensen die de radio- en televisieafdeling draaiend houden? Nou, genoeg. Eigenlijk niet, want we kunnen altijd nog nieuwe mensen gebruiken en handen en voeten om zeg maar, uitzendingen voor elkaar te krijgen. Dus als mensen ideeën hebben of nieuwsgierig zijn van hoe werkt dat nou bij een omroep, is dat iets voor mij om daar ook mee bezig te zijn, dan zouden ze altijd in ieder geval contact met ons op kunnen nemen of via e-mail een mailtje sturen om informatie en dat soort zaken. We kunnen altijd nog mensen gebruiken. Ja, en jij kan als nieuwe voorzitter, kun je zeggen dat het een interessante club is om voor te werken, een gezellige club en een leuke club? Dat weet ik zeker, omdat ik dat het afgelopen half jaar heel duidelijk enthousiast heb meegemaakt. Ja. Dus mensen met een beetje ervaring of zonder ervaring die gewoon wat willen leren, ja, die kunnen zich aanmelden. Je hoeft niet al wat te kunnen, je kunt bij ons ook een hele hoop leren in de praktijk. Nou John, dan wil ik je hartelijk bedanken voor dit gesprek en dan spreek ik de wens uit dat het heel goed zal gaan. Ik hoop, we gaan er het beste voor doen.